Ik ben Sophia van Sophia TV en ik sta hier vandaag in Bibliotheek Rotterdam, waar de tentoonstelling Toen we uit Rotterdam vertrokken geopend is. En nu gaan we met een paar mensen praten die het georganiseerd hebben. Nou, wij werden gebeld door een van de medewerkers van het Sophia. Zij vertelde over deze bijzondere fotoserie. En wij dachten gelijk, dat moet natuurlijk een plek krijgen in de bibliotheek. En bent u ook een beetje benieuwd hoe de foto's eruit zien als we eenmaal de doeken eraf zijn? Dat is natuurlijk erg spannend. Ja, ik ben daar super benieuwd naar. Want ik heb al een paar van de kinderen die op de foto staan hier zien rondlopen. En ik dacht, dat maakt een prachtig portret. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Nou, dit is een beetje een officieel moment. Dat gaan we ook heel officieel doen. Want de foto's die zien jullie allemaal niet meer natuurlijk. Degene die erop staan, die weten allemaal heel goed wie waar op staat. De meeste kinderen op de foto ken ik ook nog. Ik ken ze niet allemaal. Dat is gewoon ontzettend leuk om te zien. Hè? Zeker met de vaders en moeders, waar je natuurlijk een hele bijzondere belangrijke tijd mee hebt doorgebracht. Dat het toch een speciaal iets is. Hoe gaan we onthullen? 1, 2, 3. Nou, ik sta hier met Thomas. En Thomas, wat vind je nou van je schilderij, van je foto? Nou, ik vind hem helemaal geweldig, want ik sta er echt heel mooi op. En hier op de achtergrond zien jullie dat het bij de haven van Rotterdam is. Ja, we hebben echt een hele tijd gelopen. Het heeft zoveel voordelen als je slechtziend bent of gehandicapt bent. Want ik ben namelijk een hele goede DJ en ik luister dan. Ik heb slechte ogen, maar goed gehoor. Dus ik luister naar alle muziek. Ik sta hier met de fotografen Annemiek en Hans. En Annemiek, hoe voelt het nou om al je werk hier te hebben? Ja, geweldig. Ja, heel leuk. Wel jammer dat Babette er niet bij kan zijn, de andere fotograaf, maar super. En Hans, voel je nou echt een professioneel fotograaf nu je een tentoonstelling hebt? Ja, wat heet professioneel? Dus je doet het voor je plezier? Zeker weten, zeker voor Sophia. Ja. Nou, dank jullie wel. Okay.